waarom dat we dit onderwerp hier ook mee naar voren brengen. Ik denk dat wij allemaal een heel belangrijke verantwoordelijkheid eigenlijk hebben op het thema mobiliteit, dat overal nummer één eigenlijk is, om dat hier ook effectief aan te kaarten. Dat merk je eigenlijk bij de mensen eigenlijk in de straat, dat merk je bij de ondernemers en dat merk je ook bij de mensen die dat hun verantwoordelijkheid mee opnemen als lokale bestuurder. Iedereen zegt, moet veel meer aandacht gaan naar die mobiliteit. En daarvan zal de slimme kilometerheffing één punt eigenlijk zijn, waar ik met plezier eigenlijk hoor dat er verder eigenlijk wordt aan gewerkt, aan die architectuurnota, en dat er ook het verder overleg met de gewesten, want anders, als er geen oplossing is van geen overleg met de gewesten, dan zullen we met een probleem blijven zitten met de leasingwagens. Maar ik denk ook, meneer de minister, dat er voor verder draagvlak op te bouwen, dat we ook verder moeten durven nadenken omtrent het openbaar vervoer. Want omtrent het openbaar vervoer merken we dat het op dit moment eigenlijk een gesloten systeem eigenlijk is en dat het dikwijls heel moeilijk eigenlijk is, ook in kader van besprekingen van de vervoersregio's, om daar bijkomende, zinvolle, bijkomende trajecten van openbaar vervoer te ontwikkelen.